Eind maart kreeg ik een belletje van Timmy van de Karproeven met het goede nieuws. Raiden's Lake is gereed. Ik sprong snel in de auto om lekker even een nachtje te gaan vissen met Timmy. Na een voorspoedige rit kwam ik aan op de Karproeven waar Timmy me al stond op te wachten. We konden onze nieuwsgierigheid natuurlijk niet langer bedwingen en we gingen samen even naar het water om te kijken naar de prachtige huisjes die ze hebben neergezet. Na het bekijken van de huisjes en het water is het tijd voor een lekker kopje koffie en een avondmaaltijd in de taverne. En dan moeten we niet te lang treuzelen, want het begint al donker te worden en natuurlijk voor het donker moeten de hengels er nog in. Het duurt niet lang en al snel vangt Timmy de eerste vis van de sessie. Een mooie schub. En zo volgen er nog 3 meer voor het slapen gaan. We zijn beide hartstikke moe om een hele drukke dag achter de rug. Dus we besluiten om de hengels in te draaien. En 's ochtends weer met goede moed verder te vissen. Ochtends na het uitvaren is het vrijwel meteen raak en vangen we nog een hele mooie schub als afsluiter. Het is weer tijd om de spullen in te pakken en aan het werk te gaan. Raiden's Lake is echt een prachtig water, super geschikt voor mensen die op zoek zijn naar veel actie en natuurlijk een luxe onderkomen. Absoluut geschikt voor vader-zoon weekends en voor vissers die net op zoek zijn naar wat meer actie en wat meer luxe. Vanuit de Karpspecialist kunnen we in ieder geval van harte aanraden en zijn jullie heel graag van dienst.